aan het shoppen geweest. En dan gaan we natuurlijk het eerste shoppen bij de Action. Wat hebben we bij de Action kunnen halen? Een precision knife. Nou ja, gewoon een scherpe scalpmesje. En omdat het toch zo goedkoop was, een ietsje steviger mes. Wat heet dit? Een mini foldable knife. Dat is het snijwerk. Een kleine schuifmaat. Altijd handig. Voor die prijs. Toevallig hadden ze dit keer een stempel. In de actie aanbiedingen. Dus ik heb een labelstempeltje. Het is er maar één. En dan kan je deze dingen makkelijk op leer stempelen. Komt misschien nog van pas. Klemmetjes. Om als het leer gelijmd is. Ze vast te klemmen. Leuke kleine klemmetjes. Met een plastic. Oh nee, geen plastic bescherming. Ja, toch wel. Hier zit een beetje plastic om de snoet. Om de mond. Waar ik heel blij mee was. Is de onderlegger. Om deze mooie tafel een beetje te kunnen beschermen. De onderlegger. En als laatste. Hier moet ik nog mee aan de gang. Een houten standaard. Moet ik ombouwen tot een klem. Een houten klem. Dan kan ik daar het leer in klemmen. En de stitch, het naaiwerk doen. Maar dat is dus even afwachten of het gaat lukken. En een finisher. In de, wat is dit? Dit is de mat. En de finisher. In de glossy. Oké. De rest moet uit China komen. Dat gaat om het echte leerbewerkingsgereedschap. Goedkoop in China gekocht. En twee ontbrekende dingen die ik niet bij de Action kon vinden, heb ik bij de Praxis gekocht. Een metalen lineaal, in dit geval met een winkelhaak, kostte niet duur, €2,50. En voor mijn nieuw aanschaffen mes, een slijpsteen met twee verschillende lagen. Nou, dan zal ik je gelijk even mijn nieuw aanschaffen mes laten zien. Het gaat om de Castrom. Castrom nummer 10. Prachtig mes. Dit is puur handwerk met een Viking slangmodel. Nou, de jongen die deze verkoopt, dit is zijn. En dat is de Viking Style Messerscheide. Nou, dit heeft me aangezet om te denken van, hé, waarom ga je dat zelf niet doen? Met je budget kun je aardig wat gereedschap kopen. En dat is inmiddels gebeurd. Ik verwachtte leer uit China en Engeland. En de gereedschap merendeels uit China. Mijn eerste pakketje. Special delivery. Geen idee waar het vandaan komt. Mijn eerste gereedschapsetje, helemaal uit China. Klasse. Thank you.